Arjen, de laatste vogel voegen wij toe. Ja, de meest geweldige van allemaal. Oh. Natuurlijk. De roerdomp. Ja, en de roerdomp. Ja. En het is... Even luisteren. Geluid wat tot 5 kilometer ver draagt. En ja, dit is een beetje een succesverhaal. Want bijna de helft van de Nederlandse broedvogels staat op de rode lijst. Dus vogels die dreigen uit te sterven. Dat is echt schrikbarend. Maar deze vogel die dreigde ook uit te sterven in de jaren 70. Toen heeft Vogelbescherming Nederland enorm gewerkt om de moerashabitat te verbeteren. En ja, dat is goed gegaan. Ook omdat wij moeten ons wapenen tegen het water. Dus bijvoorbeeld onder Groningen zijn van die inundatiegebieden aangelegd. En dat zijn nu enorme goede gebieden voor deze schuwe, prachtige, reigenachtig, waar natuurlijk iedereen op gaat stemmen met zijn prachtige geluid. Kan jij hem eigenlijk nadoen? Ja, ja. Kan je hem nadoen? Ja, als je heel dichtbij staat, hoor je hem zelfs inademen. Dan hoor je... En dan... Ja, net geweldig. Hoorde, het klinkt een beetje alsof iemand in een bierflesje... Ja, het is... En daarom vind ik hem zo geweldig. Ja. Ja. Wie deed dat nou? Ja, dat was het. Dat hoorde je daar. Ja. Ja, je hoort het. En je ziet hem ook gewoon. Hij kan zich zo goed camoufleren. Ja. Want het is best wel een flink beest. Maar opeens lijkt het wel alsof dit zo'n rietstengel is. Het is ook een beetje een dom beest. Want soms doet hij dat ook gewoon in een groen grasveld. Zeg maar. Oh, ja. Dan valt hij ontzettend op. Het wordt wel een felle strijd, hoor. Nou, inderdaad, zeg. Inderdaad. Oh, de tapuit, dat kan ik me wel verleuken. Die broedt in konijnenholen. Je zou denken, maak een nest of ga in een vogelkastje zitten. Nee, in leegstaande konijnenholen in de duinen. Voor de konijn. Nou, het gaat niet goed met het konijn, dus ook niet goed met het konijnenhol. Dus hij verliest zijn woonplekjes omdat er minder konijnenholen zijn. Nog een bedreiging. En dat is natuurlijk wel zo. Al die vogels, dat is natuurlijk, hebben een signaalfunctie. Dus als het niet goed gaat met deze soorten, gaat het dus ook niet goed met het ecosysteem waar zij in leven. Dus we kunnen wel zeggen, hebben we eigenlijk wel voldoende natuur? Maar als je dus ziet dat ja, toch wel bijna de helft van de broedvogels in Nederland bedreigd is, is het antwoord dus wel duidelijk dat we wel wat meer natuur kunnen gebruiken. Ja, we hebben de aandacht die ze nu... Wil je nog wat zeggen, Ruben? Ja, eigenlijk dat 100 kilometer per uur rijden helemaal niet genoeg is. Dat is gewoon symboolpolitiek. Dus? Dat is belachelijk. Ja, daar krijg je natuurlijk geen extra natuur mee terug. En ook geen vogels. Ja, en als de oplossing dan is van de politiek... laten we minder natuur nemen, terwijl we net hebben geconstateerd... dat de natuur ernstig bedreigd is. Oké, nog meer activisten aan tafel? Kom maar op. Ja. Dan ronden we nu af. Stemmen voor de Vogel van het Jaar kan tot 1 december op dwdd.nl/Vogel van het Jaar. En in de eerste week van december maken we de winnaar bekend. Ik dank jullie zeer. Tot zover. Tot morgen.